Hey, hallo, heel hartelijk welkom bij deze monteurswebinar elektrotechniek. We gaan een hele hoop zaken behandelen in het kader van aarding en vereffening en bliksem- en overspanningsbeveiliging. Het wordt georganiseerd door de vakcommissie elektrische installatiebedrijven. Nogmaals, vier onderwerpen die heel actueel zijn. Dat ga ik doen met twee gasten, twee experts. Aan mijn rechterkant Martien. Hi Martien, welkom. Dank je. Martien is senior trainer bij SBK Opleidingen en ook nog adviseur en coach. Dus weet heel veel van aarding en vereffening. En ook van andere zaken. En aan mijn linkerkant Mario. Mario, welkom. Dankjewel. Mario is werkzaam bij Jules Goossens bliksembeveiliging. Dus jij bent echt expert op het gebied van bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging. Ja, klopt. We gaan eens kijken. We zien natuurlijk heel veel ontwikkelingen, ook in Nederland. Heel veel nieuwe technieken buiten, nieuwe technieken binnen. En we willen onszelf graag beschermen, ook als mens, maar ook dieren, maar ook de installatie tegen allerlei invloeden. Tegen gevaar, zoals kortsluiting, overbelasting en ook bliksembeveiliging. En gezien het opwarmen van de aarde is bliksembeveiliging wordt een steeds belangrijker thema. Want er komt best wel veel energie vrij en er kan best wel veel schade opleveren. Als je dan kijkt naar de inhoud vandaag, twee delen dus, deel 1 en deel 2. We beginnen beide delen met een paar vragen voor jullie. Gewoon wat open vragen, wat vragen waar we graag willen weten van wat vinden jullie daarvan. Daarna gaan we inhoudelijk de stof behandelen en we komen aan het einde van elk deel nog even terug met de antwoorden van jullie vragen. En dan heb je een beetje een idee van, zat ik goed, ja of nee. Dus we beginnen met aarding en vereffening en laten we maar eens meteen beginnen, zo meteen met de eerste vraag. Martien heeft een mooi plaatje gemaakt samen met Mario. We pakken het gebouw van Harry Makers en dat pakken we even als voorbeeld voor deze webinar. En dan vraag 1. Je ziet een viertal plaatjes, plaatje 1, 2, 3 en 4. En deze vraag gaat over geleidende delen of metalen gestel. En wat is nou wat? Is nou antwoord A... Plaatje 1 en 2 zijn vreemd geleidende delen en plaatje 3 en 4 zijn metalen gestellen. Antwoord B, 1 en 3 geleidende delen, 2 en 4 metalen gestellen. Antwoord C, 1 en 4 en 2 en 3. En antwoord D zijn plaatje 2, de middelste 2, dus die radiator en dat framework van die constructie van het gebouw. Zijn dat vreemde geleidende delen? En is die betonmolen volgens mij links en die wasmachine of die droogtrommel, ik weet niet precies wat het is, is dat een metalen gestel wat daaromheen zit? Dus kies een antwoord en geef nu je antwoord op deze vraag. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarop antwoorden. Als het goed is, komt het in beeld en kun je nu je antwoord ingeven. Dus we kijken even we geven jullie even een beetje de ruimte om de antwoorden te geven. Nogmaals, dan komen we zo meteen op vraag 2 uit. Ik zie nog vrij weinig antwoorden binnenkomen als ik het goed heb. Dus ik probeer even te kijken van waar de antwoorden staan. En ik heb op dit moment, als ik het goed heb, maar één antwoord. Dus ik ben, heren en dames, graag wat meer antwoorden. Wat denken jullie? Of als je niet weet, denk even na en probeer even puur vanuit je gevoel te denken. Want het is niet goed of fout, het is geen controle. Het is meer om jullie een beeld te geven. Zometeen gaat Martien dat beantwoorden. Nou, laten we toch maar even gaan naar vraag 2. Dan zie je vraag 2, dat gaat over vreemd geleidende delen. Oftewel delen die spanning kunnen, stroom kunnen geleiden. En welke stelling over een vreemd geleidend deel is juist? Een vreemd geleidend deel is A, dat moet met een beschermingsleiding worden verbonden. Oftewel, die moet je koppelen. Aan de aarde moet worden geaard, zodat er nooit spanning op kan komen te staan. Dat is antwoord B. Antwoord C is, kan ook gevaarlijk zijn als deze goed contact heeft met de aarde. En antwoord D behoort niet tot de elektrische installatie, tot de installatie en valt dus niet onder de NEN 1010. Probeer daar even antwoord op te geven. Als het goed is, kun je dat nu doen. Dus kies wat waarvan je denkt van, hey, op basis van de kennis die je nu hebt, van wat zou het nou kunnen zijn? Het is ook al denk je van, nou luister, ik weet het niet exact,
Denk dan bijvoorbeeld wat het niet zou kunnen zijn, zodat je zegt, ja, A, B en C kan het niet zijn. En D is dan wel, niet dat D het goede antwoord is, want ook ik weet het niet meteen, maar daar komen we zo meteen wel achter. Zeker. Dus geef daar antwoord op. En dus, nogmaals, het is een beetje een idee van, wat vinden jullie ervan, wat denk je daarover? Ja? Goed. Nou, we hebben een paar antwoorden binnen. Ik denk dat het goed is om, om door te stappen naar vraag 3. Vraag 3 gaat over die metalen gestellen. En vraag 3 vraagt eigenlijk welke stelling over metalen gestellen is juist. A. Elk elektrisch apparaat met een metalen omhulling is een metalen gestel. Bijvoorbeeld het metalen gestel van deze... wat is het? Toaster of... Broodrooster. Broodrooster of een metalen gestel van een wasmachine. Elke omhulling daarvan, dat is een metalen gestel. Antwoord B. Een metalen gestel maakt deel uit van de elektrische veiligheid. En een metalen gestel, antwoord D, moet altijd dubbel geïsoleerd worden. Dus dat is vraag 3. Goed, de antwoorden kunnen binnenkomen. Dan gaan we nu door naar vraag 4. En dan gaan we daarna naar de inhoud, volgens mij. En vraag 4 gaat over een wandcontactdoos voor een wasmachine in een badkamer. Is aangesloten op 2 geelgroene draden. En daar is een reden voor. Wat is de reden? Antwoord A. Als de ene draad is gebroken, dan neemt de andere draad de aardingsfunctie over. Antwoord B. De ene draad is een beschermingsleiding en de andere draad is een aanvullende vereffeningsleiding. Antwoord C. Extra zekerheid, dat er geen spanning op de wasmachine kan komen te staan. En antwoord D. Is dat er 2 draden parallel hebben een lagere weerstand. En dat is dan blijkbaar beter of veiliger. Dus het gaat om de wandcontactdoos voor een wasmachine in de badkamer. Dat is een natte omgeving. Er zijn speciale eisen voor. En die is aangesloten op 2 geel-groene draden. En er is een reden voor. Nogmaals, kijk even welk antwoord dat jullie denken dat goed is. En op dat moment kunnen wij door naar de inhoud. Goed, ik denk dat we wel voldoende tijd hebben gehad om eventjes dat in te vullen. Nogmaals, het is niet een test. Het is meer om... dan hebben jullie ook een beetje een idee welke onderwerpen we gaan behandelen. Nou, dan gaan we naar de inhoud, Martien. Ja. Je hebt een leuke deel voorbereid voor aring en vereffening. Het woord is aan jou. Oké. Ja, jullie zien al staan aarding algemeen. En ja, wat is aarding in zijn algemeenheid? Ja, als we van onze elektrische installatie het een en ander gaan verbinden met de aarde, met het zand en het vocht wat in die aarde zit, dan spreken we over aarding. En dat doen we met van allerlei materialen. We hebben van die geelgroene geleiders, of we hebben dan de geleiders met een geelgroene isolatie. Het was voorheen grijs, dat zullen de meesten van jullie nog wel weten. We hebben koperdraden, al dan niet vertint, aluminiumleidingen, lietse draden. Heel veel fijne draadjes in elkaar gevlochten. Aardelektroden, we zien er dadelijk eentje staan, en fundering. En we noemen dat allemaal aarde, en het is best wel lastig voor veel mensen, denk ik, om eigenlijk te zien dat daar verschillende functies zitten. En dat is natuurlijk logisch, want iedereen praat ook altijd maar over aarde, aarde, aarde. En elke geel-groene draad noemen ze aarde. Daarom leren wij ook niet zo goed om in die verschillende functies te denken. Maar als vakman moet je juist wel over die verschillende functies nadenken, want dat geeft verschillende eisen en zorgen voor andere veiligheid of andere zaken. Dus laten we eens even eentje verder gaan. En de functies van aarden zoals we die op dit moment hebben opgezet. Nou, het eerste is de veiligheidsaarding en de veiligheidsvereffening zorgen dat als wij iets aanraken van onze installatie, dat we veilig zijn. Ja, en dan hebben we het over een installatie 50 hertz, 230 volt. Over het algemeen zijn natuurlijk ook allerlei andere soorten installaties. Maar laten we dat even als uitgangspunt nemen. Dat kent iedereen dan ook. Dan hebben we de zogeheten functionele aarding en vereffing. En dat is eigenlijk simpel gezegd alles wat ervoor moet zorgen dat de componenten goed werken.
Ja, zoals zo'n radio daar, een ijzeren kapper omheen. En dat is waarschijnlijk voor een functionele aarding / vereffening. En dan hebben we de bliksemafleiding. En de bliksemafleiding, daar gaan we straks wat meer van horen van Mario. En dan zie je aan de rechterkant zie je dan dat je met zo'n koortje wat je om je heen hebt, bijvoorbeeld als een bliksembeveiliging kan werken. Nog even naar de draadkleuren. Je ziet daar bovenaan de PE, de beschermingsleiding. Voor beschermingsleiding en ook voor in zijn algemeenheid de vereffening. Maar dan gaat het wel om de veiligheidsvereffening. Dan hebben we, zoals je daar ziet, nog een penleiding. Nou, als we de PE, de beschermingsleiding, koppelen met de 0, dan moeten we daar aangeven. Dat doen we dan met een geel-groene draad. Op het eind blauwe tape eromheen. Of we kiezen voor een blauwe draad en op het eind geel-groene draad eromheen. Beide mag. En gaan we dat combineren bij de energiebedrijven? Die kiezen voor een geel-blauwe ader in heel veel gevallen. Houden we nog eentje over. En dat is dan de geel-zwarte codering. En de geel-zwarte codering geeft aan dat het om een functionele vereffening gaat. En dan kun je natuurlijk weer hebben dat je een beschermingsleiding hebt die tegelijkertijd ook nog dient als functionele vereffening. Ook nog zorgen dat het apparaat goed werkt. Ja, in dit geval is de veiligheidsbescherming, de beschermingsleiding, is belangrijker geworden dan de functionele vereffening. Dus wordt het een geel-groene draad. Okay. Martien, twee korte vraagjes. Eén, die kleuren die je net liet zien, zijn dat nieuwe kleuren volgens de nieuwe NEN 1010, of is dat altijd al zo geweest? Dit? Nee, die bovenste vier zijn altijd al geweest en de laatste tijd is die functionele vereffening die in de norm ook beschreven staat als verplichting voor de functionele vereffening, die heeft ons de laatste tijd een beetje verrast. Daar hebben we eigenlijk nooit zo goed naar gekeken. Dat zie je ook helemaal terug in alle installaties, want die geel-zwarte zie ik niet zo vaak. Dus meestal. En dan vraag 2 nog kort. Is het vereffening? Kun je dat in een paar woorden uitleggen? Je hebt in Janneke taal wat dat eigenlijk is. Of komt dat zo meteen? Ja, dat gaat zo meteen komen. Oké, dan is die vraag in ieder geval vast dat verschil is ook gepland. Zeker doen. Dank je wel. Hier gaat het over die beschermingsleiding. Waarvoor kiezen we die? Nou, je ziet hier een koffiezetapparaat. Er staat een poppetje bij. Het poppetje staat op de grond, op de aarde. En wat gaat er gebeuren? Die koffieautomaat, daar komt een aardsluiting. En een aardsluiting wil zeggen dat daar de fasedraad tegen het metalen gestel aankomt wat er rondomheen zit. En dan gaat er door dat popje gaat stroom lopen. Ongeacht of je daar een aardleiding, zoals we dan zeggen, maar we moeten eigenlijk zeggen een beschermingsleiding aan hebben zitten. Er gaat stroom door het popje en als die stroom te lang duurt, dan is het afgelopen met het popje. Dus wat doet nou eigenlijk die beschermingsleiding? Die beschermingsleiding die moet ervoor zorgen dat er een grote stroom gaat vloeien via de haar, volg maar even mee, via de haar naar het sterpunt van die transformator. En dan gaat bovenaan, als het goed is, die beveiliging kapot. Ja, ik heb in dit geval vanwege het gemak, omdat het makkelijker teken is, staat daar een schroefpatroon, maar dat kan net zo goed natuurlijk een installatieautomaat zijn. Ja, en die moet op tijd afschakelen voordat het popje overleden is. Maar er loopt wel stroom door die persoon. Er blijft stroom door het popje lopen, zolang als die installatie nog niet is afgeschakeld. En dat gebeurt heel snel. Gelukkig wel, ja. Dat als het goed is bij 230 volt, dan moeten we binnen 0,2 seconden afschakelen. Okay. Dat is allemaal in de norm vastgelegd, hoe snel we moeten zijn. Nou, dan de metalen gestel. En dan stel ik even een vraag aan jou. Stel, ik doe je een blinddoek om. Ja, wie? Ik. Ja, als je het goed vindt, John. Stel, ik een wasmachine, ik haal er de achterkant af, laat lekker de stekker erin zitten. En jij een blinddoek om, ik douw er €20 in. En ga jij dan zoeken? Zou jij dat gaan doen? Nou, ik als Brabander ga niet zoeken. Maar ik denk op het moment dat je een apparaat openmaakt aan de achterkant en de stekker zit er nog in, dan denk ik dat je het helemaal af moet blijven. Nou ja, sommige apparaten kun je dat wel degelijk doen. Maar ik zou het niet doen. Nee, dat is goed. Maar zeker doe je dat ook maar niet met die wasmachine. Want dat is namelijk de essentie van het metaal wat er rondomheen zit. Dat maakt deel uit van die installatie. Die metaal moet ervoor zorgen dat je beschermd bent.
metaal in combinatie met die beschermingsleiding die eraan zit. Okay. En dat is typisch van de metalen gestel. Dan zie je ook dat daar die zonnepanelen die daar staan, die zijn niet ingepakt in metaal. Daar zou er ook natuurlijk weinig aan hebben, een zonnepaneel die in een metalen kist zitten. Mm-hmm. Het gaat hier om, dat is in ieder geval geen metalen gestel, maar dat is een vreemd geleidend deel. En dan komen we op de essentie van een vreemd geleidend deel. Mm-hmm. Vreemd geleidende delen, die maken geen deel uit van de installatie. Ja, dat frame, dat draagt wel de zonnepanelen, maar het maakt geen deel uit van de installatie. Dat is dus niet zoals bij een koelkast waar dus een omhulsel van metaal, precies, omdat dat een elektrisch deelapparaat is. Dit zijn geen elektrische apparaten. Nee, het is maar een stukje metaal. Het is een stuk metaal. Waar we op het dak hebben gelegd om die panelen vast te houden. Ja, maar het kan wel gevaarlijk zijn. Ze kunnen wel gevaarlijk zijn. Okay. En dan, als ze gevaarlijk kunnen zijn, dan spreken we van een vreemd geleidend deel. Dus vreemd. Okay. Hij hoort niet tot installatie en het is een geleidend deel. En wat je bij de meeste geleidende delen ziet, zoals ook daar beschreven staat, dat vreemd geleidend deel kan oorzaak zijn van een potentiaal. Er kan op een of andere manier een vreemde spanning opkomen. En in het algemeen heeft hij het potentiaal van de plaatselijke aarde. En dat laatste zinnetje is eigenlijk een heel interessant zinnetje. Daar zal ik zo meteen even op terugkomen. Waarom? Dat gevaar in zich heeft. Want je hebt natuurlijk heel veel metaal in gebouwen. Ja. We hebben heel veel metaal in gebouwen. En als die op een of andere manier de plaatselijke potentiaal hebben, gekoppeld zijn met de aarde, rechtstreeks gekoppeld of capacitief, maar daar gaan we niet te diep op in, want dat is weer een heel technisch verhaal, zeg maar. Maar dat is op een of andere manier het niveau van de plaatselijke aarde hebben gekregen, ja, dan moeten we hem gaan beschouwen als een vreemd geleidend deel. Okay. Nou, zie je die radiator daar links bijvoorbeeld. Zolang die nog met metalen leidingen is verbonden. Ja, die metalen leidingen gaan door het hele pand heen. En dan moeten we ervan gaan oppassen. Zouden we dat stukje metaal gewoon verbonden hebben met kunststofleidingen, zonder metalen binnenmantel, want dan moeten we nog even voor oppassen. Mm-hmm. Dan is het gewoon een stukje ijzer wat daar is. Daar hoeven we ons niet zo zorgen over te maken. Nou, dan zien we nog het stalen spanten. Zien we daar staan? Ja, die zitten met wat poeren, heet het dat ook? Ja. Ankers. Ankers. Ja. Zitten met ankers in de grond. Ankers in de grond, ja. Zitten ze in de grond, ja. Die maken goed contact met de aarde. Dus die hebben zeker het aardpotentiaal. Okay. Of wat leidingen die in een pand rondlopen. Vreemd geleide delen. En nog even wat toelichting op die vreemd geleidende delen. Wat we daar voor zorgen om hebben. Nou, je ziet daar dat gedeelte van de metalen spand. Dat bruine. En die zit onder in de grond. Nou, en dat poppetje, dat raakt die koffie automaten aan. Tegelijkertijd raakt hij ook nog het metalen, het vreemd geleidende deel aan, oftewel de stalen constructie. Ja. Ja, het eerste, en dat is iets wat bijna iedereen heel goed in de gaten heeft, als om een of andere reden de metalen constructie, oftewel de stalen spand, onder spanning komt, ja, en hij raakt tegelijkertijd de koffiezetapparaat of de koffieautomaat aan. Ja, dan gaat er een stroom door het popje lopen. En dan kan er nog mooi weg via de beschermingsleiding van die koffieautomaat, via de haar terugsterpend van de transformator. Dat is een redelijk gevaarlijke situatie. Maar deze situatie, de volgende, daar wordt in het algemeen, als ik dat merk in mijn trainingen, als we het erover hebben, die wordt heel vaak vergeten. Dat hij heeft nu het aardpotentiaal. Maar als je dan de koffieautomaat onder spanning komt te staan en je raakt tegelijkertijd dat stalen spand aan, ja, wat een goede verbinding heeft met de aarde, dan wordt die ook ineens gevaarlijk. Vandaar ook dat er in die definitie staat over het algemeen het plaatselijk potentieel. Als iets een plaatselijk potentieel heeft, dan zijn we niet blij mee. Nee. Wel, je zou zeggen, ja, maar hij is toch al geaard? Ja. Nee. Wat je dan moet doen, dat is, we moeten zorgen dat we dat stalen spand gaan verbinden met de har. En die leiding, dat heet dan een beschermende vereffeningsleiding. Dus dat noemen we niet een beschermingsleiding. En heel veel monteurs, en ook niet alleen monteurs, iedereen praat over, ja, we gaan dat ding aarden. We noemen alles maar aarde. Maar de functie is vereffenen, een beschermende vereffeningsleiding. En hoe zie je dat terug? Je ziet nou terug dat als er een spanning komt op het stalen spand,
Dan gaat ook de spanning op het koffieautomaat komt er. En dan komt er knop op die motor. Dus alles brengen we op een bepaalde spanning. Ja, dan is het niet meer zo gevaarlijk om ze beide tegelijkertijd aan te raken. Want ze hebben dezelfde spanning. Even wel een vraag hierover. Ja, aan de andere kant ook even een oproep aan de kijkers. Als je een vraag wil stellen, dan moet je de vraag stellen en met indienen. Soms moet je op een mobiele telefoon even naar beneden scrollen. Moet je wel eventjes naar beneden scrollen om die knop te vinden. Dus je hebt een vraag. Op een computer gaat het wel makkelijker, maar zit je mee te kijken op een iPad of een mobiel apparaat, scroll dan even naar beneden, klik op indienen. Martien, hoe groot is nou de kans dat iemand toevallige aanraking dat dit gebeurt? Of is dat geen kansberekening en moeten we dit gewoon goed regelen met elkaar? Ja, dat is natuurlijk. Het is een, je moet zien dat de 1910 eigenlijk een aantal veiligheidsschilletjes om de probleempjes zet. En je zou nou ook nog kunnen zeggen: nou ja, als er spanning komt op die koffieautomaat, dan zal die afgeschakeld worden. Dus hopelijk gebeurt dat snel genoeg en is het geen probleem. Maar je moet dan niet vergeten dat de afschakeltijd is gebaseerd op dat je die koffieautomaat aanraakt en op de aarde staat, en dan gaan we uit van een lichaamsimpedantie van 1000 ohm, doe de berekening maar, 230 milliampère. Maar nu gaan we eventjes links en rechts, pakken we de koffieautomaat vast en dat gebeurt. Ja. Maar die andere is misschien nog wel linker als we niks doen. Ja. Als er spanning staat op het spand, dan wordt er, als we niet die leiding hebben gelegd, dan wordt er niks afgeschakeld. Dus dat kan zijn dat die 5 dagen niemand last van heeft en op dag 6 vastgepakt wordt. Helder. Oké. Okay. Dank u wel. Nog even over die aderdiktes van de beschermende vereffeningsleiding. Hij moet altijd minimaal de helft zijn van de kerndoorsnede van de grootste beschermingsleiding. Dus als er in het pand ergens 10 mm kwadraat gebruikt wordt, dan moet die minimaal 5 mm kwadraat zijn. Mm-hmm. Maar er is altijd nog de kleinste doorsnee, dat zie je daar, die 6 mm kwadraat voor koper, 16 mm kwadraat voor aluminium en 50 mm kwadraat voor staal. Heeft ook te maken met mechanische zekerheid. Het is niet allemaal een kwestie van geleiding, of mechanische zekerheid. En we mogen stoppen bij 25 mm kwadraat voor een beschermende vereffeningsleiding vanuit de 1910. Maar wacht maar eens even tot Mario dadelijk komt. Maar die heb je ook zo je gedachten over. Ja, zeker weten. Okay, dus die houden we even vast, die kwadratuur van vooral dat spand en dergelijke natuurlijk. Het spant erom. Het spant gaat erom spannen. Gaat erom spannen. Martien. Goed, ja, dan heb ik toch eventjes wereldberoemde schema van de badkamer erbij gehaald. Die volgens mij al sinds 2010 in de NPR 5310 staat. Dus een zouden we eigenlijk al heel lang moeten doen. En wat het mooie is aan die badkamer, daar zien we die verschillende functies van de beschermingsleiding en die in dit geval aanvullende vereffeningsleiding zo mooi terugkomen. Nou, eerst even punt 1. Waarom doen we in de badkamer extra maatregelen treffen? Ik noemde net al even in de gauwigheid, ik moet het allemaal maar even snel even oppikken. Ik noemde dat we een lichaamsimpedantie hebben van 1000 ohm. Ja. Maar in de badkamer, In de hete stoom waar we staan en lekker vochtig en die huidweerstand die neemt af, dan hebben we dat niet meer. Dus in de badkamer kunnen we niet volstaan met diezelfde afschakeltijden als die in de woonkamer gehanteerd worden. We moeten sneller zijn. Maar dit was volgens mij die vraag 4 die we straks hadden, waar we die 2 geelgroene draden hadden, zeg maar. Hè? Waarom doen we dat? Ja. Dus die ene geelgroene draad die misschien meekomt naar het stopcontact, nou, de ene is dat voldoende? Niet voldoende? Nee. Kijk, die ene geelgroene draad die zien we daar al zitten, bijvoorbeeld bij die wasmachine. Die heb ik dan in dit geval even geel gemaakt en dat is een beschermingsleiding. Ja. En dan boven bij de lamp zitten beschermingsleidingen. En als we nog een droger er ook nog bij hebben staan, die zie je dan onder nog staan, linksonder. Wordt dat aangegeven, stel dat we ook nog een droger hebben zitten. Die hebben allemaal hun eigen beschermingsleiding. Okay. Maar als het misgaat, dan hebben we graag dat alles in die badkamer dezelfde spanning krijgt. Want, het is overdreven gezegd, maar misschien, het duurt te lang voordat er wordt afgeschakeld. Ja. Gedurende die tijd alles mooi op dezelfde spanning brengen. Ja. Even wachten. En dan hebben we het over millisecondes. Even wachten tot er afgeschakeld wordt. Maar gelijke spanning is eigenlijk geen spanning. Of is dat te moeilijk? Nee, dat vind ik niet hetzelfde. Geen spanningsverschil. Geen spanningsverschil, oké. En geen spanningsverschil is positief? Dat is positief, ja. Okay. Dat is in de veiligheid gezien. Oké, nee, duidelijk. Dus als de radiator
die daar rechts staat, dezelfde spanning komt als op de afwasmachine, of de wasmachine in dit geval, ja, dan kan ik beide tegelijkertijd aanraken. Ja, precies. Of wat nog ook mooi te zien is, de bewapening of het aardnetje wat we leggen, die nemen we ook mee, gaan we ook vereffenen. Dus dan staan we op iets wat dadelijk, bij wijze van spreken, 230 volt heeft. Ik raak een wasmachine aan, 230 volt, ik raak de radiator aan, 230 volt, maar er is geen spanningsverschil, dus geen stroom door mijn lichaam. Even een vraagje tussendoor. Ja? Ik krijg een vraag van Stefan. Hoe kan nou een stalen pand zomaar onder spanning komen te staan? Wanneer komt dat nou voor? Oh, de stalen pand, en er loopt ergens een kabel die beschadigd is in de kabelgoot. En dan gaat die via de kabelgoot naar het stalen pand. En daarom, of ergens in een hobbyruimte, een stukje verderop, is iemand wat aan het solderen of weet ik wat hij aan het doen is. En, er zijn legio met dingetjes te bedenken waardoor het zou kunnen dat je ontspannen komt. Ja, en daarom, omdat het wel gewoon kan. Ja, ja, ja. Dan, en die wasmachine dubbel aarde, want sommigen noemen dat dubbel aarde. Nou ja, wat je hier ziet is dat we die wasmachine, die willen we vereffend hebben met de rest wel in de badkamer zit. En dat doen we dan met die aanvullende vereffening die we allemaal naar het kap brengen. En dat betekent dus die gele draad die er zit, die er nu zo geel getekend, wat eigenlijk ook een geel-groene is in de praktijk. Die gele, dat is een beschermingsleiding. Ja. Die wordt gewoon bij die wasmachine, fase 0. En de beschermingsleiding. Dus bij elkaar. Wordt altijd bij elkaar. En die andere is een aanvullende vereffeningsleiding. Maar die komt in dezelfde doos uit? Dezelfde doos uit, ja. Ja, dus in dezelfde doos komen eigenlijk twee... Ja, ja, ja. Twee draden binnen. Ja, ja. Twee keer aarde, zeggen de monteurs dan. Twee keer aarde komt er binnen. Daarom zijn functies... is het belangrijk om in functies te denken. Ja. Ja, ja. Oké, nee, maar dan wordt het heel helder, want dat werd ook net gevraagd. Ja, zo. Kijk... Je zou eigenlijk die wasmachine natuurlijk kunnen zeggen, we gaan hem bij de wasmachine zelf vereffenen. Dus dan moeten we daar een gaatje in boren, zetten we daar een klemmetje onder, weet ik veel wat. Maar dan voel je wel aan dat in de praktijk niet erg, niet erg betrouwbaar is. Want de wasmachine wordt een keer vervangen, dan komt een nieuwe. Nou, die monteur die vertelt tegen die dame, ik moet even een gaatje in uw nieuwe wasmachine boren. Ja, doe dat maar gewoon in de wandcontactdoos. Dus heb ik gezegd, doen we in de wandcontactdoos. Oké, helder, dankjewel. Ja, en de aderdikte heb ik nog even snel bijgezet. Als die draadjes in de buis zitten, dan mag het gewoon 2,5 mm kwadraat zijn in die badkamer, die aanvullende vereffening. Mm-hmm. En als ze onbeschermd zijn, bijvoorbeeld als we een stukje hebben van waaruit de buis komt, en dan zien we allemaal dat draadje naar die radiator lopen. Dat moet dan 4 mm kwadraat zijn, omdat die onbeschermd is. Ja. En wat je in de praktijk ziet, veel monteurs hebben gewoon alleen maar één draaddikte bij zich, 6 mm kwadraat in een bos. Ja. En doet hij ook lekker 6 mm kwadraat. Ja. Nou, dan zijn we niet rauw ook om. Nee, lekker, maar het is een minimale waarde. Het zijn minimale waarden. Dus als het blank is, dan kan 6 is ook prima. Ja, zeker, zeker. En ik vind het ook verstandig, want dan vergissen de monteurs zich niet zo snel. Gewoon alle 6. Ja. Klaaskees. Ja. Ja, en dan komt vaak ook wel die discussie, waarom dan ter plaatse vereffenen? Want je zou kunnen zeggen, die droger zit al aan met een beschermingsleiding aan de har. En de wasmachine zit aan de har. Daarom heb ik nog even een kleine berekening erop losgelaten. Stel dat de distributiekabel, de weerstand, of de impedantie moet ik zeggen, de impedantie van die aders, 0,1 is van alle 3D aders die daar zitten. En dat in de woning de impedantie van al die aders 0,2 ohm is. Ja? Wat dunnere draadjes, dus iets hoger weerstand heb ik daarvoor gekozen. Mm-hmm. Laten we eens even kijken als nou op die wasmachine een sluiting komt. Een aardsluiting. Ja. Dan gaan we dus zien dat als we daar een berekening op doen, die vier weerstanden bij elkaar tellen, 0,1, 0,2, 0,2 en 0,1. Als we dat bij elkaar geteld hebben, en dat doen we bij 230 volt, dan komt er een stroom uit van 383 ampère. De wet van Ohm. Dan hebben we dus 383 ampère stroomvloeien, maar die gaan wel door die weerstanden. Die draden hebben op dat moment een weerstand. De weerstand van de wasmachine is tijdens de aardsluiting niet meer interessant. Alleen de weerstand van de aders van de aansluitingen zijn op dat moment interessant. Dus 383 ampère, en die vloeit daar dan door die weerstanden. Nou, daar kunnen we weer de wet van Ohm op toepassen en eens even kijken wat dat voor spanningen gaat geven. Dan zullen we dus zien dat tussen het sterpunt van de transformator en de har zit 38 volt. Dus ook ten opzichte uiteindelijk van de aarde.
Ja, het sterpunt van de transformator hebben we geaard met een aardelektrode, RB. En de aarde noemen we even 0 volt. Maar als je dan van de har naar de wasmachine gaat, dan zit een weerstand van 0,2 ohm. Waar 383 erin gaat. Dus ja, ik heb het jullie alvast uitgerekend. Komen we uit op 77 volt. En wat zie je nou gebeuren? Bij de wasmachine hebben we een sluiting. Daar vloeit een stroom van 383 ampère. Daarnaast, bij die droger, hebben we geen sluiting, dus er vloeit geen stroom. Dus die droger heeft dezelfde spanning als op de har. Ja. En zo zie je al dat er dus in die badkamer tussen de wasmachine en de droger, is het een beetje op loslaat. Je krijgt overigens de presentatie, kun je naar de hand nog downloaden, dus kun je even het zelf nog narekenen. Ja. Dan krijg je dus tussen de wasmachine en droger een spanning staan van 77 volt. En tussen de wasmachine en de wapening op de vloer staat rond de 15 volt. Nou, wat is dan de truc? Nogmaals, we gaan alles aan de beschermende, de aanvullende verheffing hangen. We krijgen het kap, centraal aardpunt, zoals de meesten dat wel kennen, ergens verstopt onder een achter een spiegel of onder een wastafeltje, zodat we hem niet goed zien, maar moet wel bereikbaar zijn. En dan komen al die draadjes bij elkaar. En het voordeel ervan is, als we dat zo goed gedaan hebben, dan zullen ze samen, alles komt dan op 115 volt te staan. Ja. Misschien zit er een klein beetje verschil in. En geen spanningsverschil is positief. Geen spanningsproces, precies, ja. Voor de mens. Is geen gevaar, is veilig. Nee. Ja, heel mooi. Dank u wel. Dan gaan we eventjes naar de werkplaats van onze Harry Makers. Ja. En, want hij wil graag een PV-installatie op het dak. Ja? Dus daar zien we al de PV-installatie liggen op zijn dak. Oost-West heeft hij deze keer gelegd. Ik kan nog heel veel discussie over hebben. Hè? Ja. Zuid-Oost-West. Nee, maar de opbrengsten van PV gaan we vandaag niet behandelen. Daar gaan we vandaag niet behandelen. Het gaat over aarding en zo. Ja. En hoe we dat dan moeten aansluiten. Nou, daarvoor hebben we het volgende schemaatje. Dan zie je dat we met onze omvormer, dit blauwe in het midden is onze omvormer. En dat we, in ons geval, wij zeggen, de PV-installatie die gaan we vereffenen. Nou is daar heel veel discussie over het vereffenen van, en ik zeg PV-installatie, eigenlijk moet ik zeggen van het frame van de PV-installatie. Dat is beter dan te zeggen de PV-installatie zelf vereffenen. Ja, want daar heb ik eigenlijk een vraag over. Ja, want, leuk. Wat wordt dan de aansluitleiding aan eigenlijk de vereffeningsleiding? Wat voor kwadratuur? Ja, nou ga je het me moeilijk maken, want niet alleen mij maak je het moeilijk. Het is eigenlijk een beetje lastig omschreven in de norm. Daar kunnen we heel veel over discussiëren. Is die leiding, want de eerste vraag die je eigenlijk zou moeten stellen, is dat nou een functionele vereffeningsleiding of is het een beschermende vereffeningsleiding? Dat maakt al twee verschillen. Ja. Het is een beetje lastig omschreven in de norm. Of simpel gezegd, het is eigenlijk niet goed omschreven. Dus ik ga ervan uit dat het een beschermende vereffeningsleiding is. Want is die eigenlijk wel nodig? Nou ja, daar staat er. Dus wanneer is die nodig? Dat is een goede vraag. Hij is nodig als er in die omvormer, als dat geregeld is met elektronica. Als die omvormer een scheidingstrafo in zich heeft, dan is het niet nodig. Maar met elektronica, dan kan er statische spanning op het frame komen. En die statische spanning op het frame, die kan voor een schrikreactie zorgen en de mensen kunnen van het dak vallen. Monteurs of wie dan ook, wie er op de glazenwasser of de schoorsteenveger. En om daar tegen te beschermen, gaan we hem naar de PV-installatie brengen. Dat zo staat het in de norm, dat is een verplichting. Maar bovendien, als je kijkt naar de voorschriften van veel omvormers, die mannen zeggen ook vaak, we hebben graag dat je gaat vereffenen, want met die vereffeningsleiding die er dan loopt, gaan ze tevens de isolatiewaarde meten. Of er een sluiting is tussen de zonnepanelen, of sorry, zeg ik fout, tussen de plus en de min, ja. Dus het DC-net en het frame. Dus het heeft een extra veiligheidsfunctie. Dus doen, zou ik dan in dit geval zeggen. Ja, ik kies ervoor om een beschermende vereffing te noemen, omdat je de mensen moet beschermen. Daar kunnen we over discussiëren. Als je dat niet vindt, ja, dan zal het over een andere waarde gaan. Dus ik ga ervan uit dat het een beschermende vereffingsleiding is. En dan komt die op 6 mm kwadraat. Oké. En voor mensen die het dak op gaan. Zo? Voor mensen die het dak op gaan, om die te beschermen. Ja, ja.
En dan, elektrisch. Elektrisch, ja. En dan eigenlijk ook de plus en de min. Want daar heb je ook heel veel vragen over. Moet dat in één, kan dat in één kabel gooien? Of moet dat gescheiden van elkaar? Of... Oké, ook een hele mooie vraag. Kijk, we willen graag dat de plus, de min en ook de PE bij elkaar blijft liggen. Ja. Dus niet dat we een cirkeltje maken van de plus rondom alle panelen en dan terugkomen. De reden daarvoor is, doordat we externe velden krijgen, dat die worden opgepikt. We krijgen namelijk een grote lus en dat geeft allerlei spanningen in die omvormer. Dan kunnen omvormers ook kapot gaan. En dus het gaat niet alleen om directe inslag, maar daar ga je dadelijk nog wat meer over vertellen natuurlijk. Maar het gaat ook om als er stoorvelden komen, dat die ook niet opgevangen worden. Nog eventjes over die aarddikte. Ja, kijk, het is om mensen te beschermen. En die minimale aarddikte van 6 mm kwadraat, die is niet alleen voor de hoeveelheid stroom, maar is ook gekozen voor mechanische sterkte, zeg maar. Dus ik zou kiezen voor 6 mm kwadraat. En dan zie je daar links nog even die extra vereffeningsleiding van de omvormer DC-kant naar daadwerkelijk de har. Die ik ook nog een beschermende vereffingsleiding noem. En die zou ook 6 mm kwadraat moeten zijn. Daar zullen we waarschijnlijk wel wat vraagjes over krijgen. Want die wordt ook heel vaak niet gelegd. En er zijn mensen, PV-omvormers, die dat in de installatievoorschriften hebben staan. Dat ze die leiding willen hebben. En ik vind het een hele goede leiding. Want als je die leiding op deze manier kiest, dan als er op het dak een of ander stoorveld komt en dan gaat een flinke stroom door, door het frame heen, op een of andere manier, dan wordt die mooi om de omvormer afgeleid en zo bescherm je omvormer. Yes. Nog terug op jouw vraag, want er zit nog een ander aspect aan, hè? Dat weten we samen wel. Dat is dat die plus en de min en die PE leggen we graag bij elkaar vanwege de stoorvelden, maar dan komt meteen het andere punt. Dat als ze dicht bij elkaar zijn, plus en de min, en er komt een sluiting tussen die draden, dan krijgen we een vlamboog. En die vlamboog, die wordt niet afgeschakeld. Die PV-installatie, zolang de zon schijnt, blijft die leveren. Ja. Dus die vlamboog wordt niet gedoofd. Nee. Ja? Nou, op het dak, ja, dan zeggen we, jammer dan. Ja. Als dat gebeurt. Ja, het is getal. Ja, zo gaan we gaan erg diep. Nu erg. Ja. Maar het andere is, zorg er wel voor, als je die kabels naar binnen haalt, haal ze dan 10 centimeter uit elkaar. Dan komt in ieder geval de brand niet naar binnen toe. Okay. En dat is zoals de norm het beschrijft. Goed. Ja. Even kijken, dan hadden we... Hadden we deze nog? Ja. Deze, ja, we hadden nog twee. Nog twee. Okay. Deze, dat gaat dan om van beperking bij de beschermingsleiding. We moeten niet alles wat we denken dat maar aan aarde hangt, dan maar ook meteen als een beschermingsleiding beschouwen. Want er zitten verschillende addertjes onder het gras. Ik heb als voorbeeld, zie je daar die CV, waarbij daar die hele CV-leidingen en alles zit aan elkaar. Maar net dicht bij de har zit een koppeling met kunststof. Als we nou die PC, als we nou die beschermingsleiding van die PC, en dat werd vroeger nog wel eens gedaan, hadden we geen op de slaapkamer geen wandcontactdoos met beschermingscontact, dan dacht ik, trekken we naar de radiator toe. Dan hebben we tenminste een referentie. Ja, we hebben referentie. Maar je ziet wel, als er dan sluiting komt in die PC, dan moet al die stroom, die moet over de leidingen naar de hart toe. Maar als daar een onderbreking zit, dan betekent dat alles overal onder spanning komt te staan, maar er wordt niks afgeschakeld. Al water geleid toch? Ja, water is niet zo'n goede geleider. Okay. Heren, voordat we in die discussie gaan, moeten eventjes de tijd in de gaten houden. Nou, de tijd in de gaten. Okay. Want het is heel interessant, maar op het einde kunnen we daar misschien nog wel eventjes op terugkomen. Ja? Nou, dan doe ik het ook nog heel even kort over de functionele aarding en de vereffening. De belangrijkste functie is altijd stoorstromen afvoeren. En stoorstromen zijn over het algemeen hoogfrequent. Ja? Voor elektrische veiligheid is het de gewone stroom van 50 hertz afvoeren, zo snel mogelijk, en zorg dat de zekering kapot gaat. Bij stoorstromen zitten we vaak in hoge frequenties. Helemaal en dat is, dan krijg je weer dat moeilijke woord, dan gaan we het niet meer hebben over de gelijkstroomweerstand R, maar dan moet het gaan over de impedantie. En die impedantie, ik zal het heel kort behandelen, die drie frequentieafhankelijke verschijnselen zijn van invloed op de impedantie. Skin effect, met een hogere frequentie gaat de stroom meer naar de buitenkant. Dus een stuk van de geleider wordt niet gebruikt. Dus de impedantie, zoals de wisselstroomweerstand, wordt dan hoger ten opzichte van de gelijkstroomweerstand.
Inductieve effecten, als we wisselstromen hebben, hoge frequentie en we bouwen magnetische velden op, dan gaat die in de impedantie, die gaat ook omhoog. En tegelijkertijd allerlei draden, snoeren, alles wat we zo ongeveer hebben in onze installatie bestaat uit geleiders gescheiden, twee geleiders bescheiden door een isolator. En dat betekent dat we dan ook nog een aantal capacitieve effecten hebben. Mooi. Ja, enkele eisen van die omvormer nog. Het oppervlak tussen de, van alle lussen zo klein mogelijk, hebben we net behandeld. Alles gaan vereffenen met inbegrip van het metalen kabeldraagsysteem als je gaat vereffenen. En je ziet daar nog staan, het begrenst de ontladingseffecten. Dan zijn we, over het algemene deel even, zijn we daar klaar mee. Laten we nog even naar de vragen kijken of alles klopt. Of ze de kijken of de juist de antwoorden zijn gegeven. Nou, hier moet het zijn. Dus die, wat is het goede antwoord? Ja, ik moet zelf even kijken. Want het is niet, ik heb het niet goed gemaakt. Dus rechts de wasmachine heeft, is een metalen gestel. En links de betonmolen is een metalen gestel. Dus 1 en 4 metalen gestel. Dat is antwoord D. Nou, mooi is dat antwoord D heeft de grote meerderheid. 50% heeft antwoord D geantwoord. Dat is mooi. 38% antwoord C. En 13% antwoord B. Dus we zaten zeker op de goede weg. Ja, ja. Met de uitleg. Hoop ik dat nu in 100% zo zijn. Prima. Als we vraag 2. Vraag 2. Ja, dat is best wel een lastige, maar misschien als je mijn verhaal goed gevolgd hebt. Dat is het goede antwoord. Vreemd geleidend deel moet met een beschermingsleiding worden verbonden. Nee, hij moet met een vereffeningsleiding worden verbonden. Het lijkt een beetje, zoals we op zijn Brabant zeggen, mierenneukerij. Maar ja, dat is toch wel, als we naar de functies kijken, gaat het toch wel om. Maar wat is het goede antwoord? Het goede antwoord, hij kan ook gevaarlijk zijn als deze een goed contact heeft. Dus het goede antwoord is C. C. Ja. Een meerderheid had toch antwoord A gegeven. Ja, ik denk dat dat niet dat het logisch is. Ja. En ik denk dat het goed is met de uitleg dat, dat we antwoord C hebben. Antwoord C is ook gegeven hoor. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, ja. Dus 39, ja, 37 en 17. Omdat antwoord D is 7%. Ja, ja. Vraag 3. Vraag 3. Ja, dat is een. Even kijken. B, hè, zoals ik al zei, een metalen gestel maakt deel uit van de elektrische installatie, van de elektrische veiligheid. Dat metaal zit eromheen om die elektriciteit die er binnenin zit, om die om daar mensen tegen te beschermen. Ja, dus, als je kijkt naar de antwoorden, dan is vraag C 34%. D 26 ja. En B 21. Dus dat ligt ook redelijk dicht bij elkaar. En dat komt weer, dat heeft, omdat die functie, hè, een metalen gestel, moet je altijd met een vereffeningsleiding verbinden. Nee, met aarde. Nee, je moet hem met een beschermingsleiding verbinden. Daar zitten die functies in. Daar zitten die functies dus in. Dat is een gemene vraag. Maar prima. En dan de vraag 4 als laatste. En vraag 4, ja, ik denk dat die ondertussen behandeld is. De ene draad is een beschermingsleiding. De andere draad is een aanvullende vereffeningsleiding. En, die heeft 74% van de deelnemers. Heeft het goede antwoord. Dat is mooi, dat is mooi. Vraag B. Dus daar zit wel heel duidelijk die badkamer, wat daar speelt, is prima. Mooi, ja. Dankjewel, Martien, voor dit deel. Kijk nog even, we hebben de handjes, we hebben nog even wat vragen misschien. Ik zie geen vragen. Goed, alvorens we overgaan naar het tweede deel. Zien jullie, of weten jullie dat wij deze webinar hebben georganiseerd samen met andere organisaties, waaronder Wij Techniek. En het is belangrijk natuurlijk als persoon dat je niet alleen technisch goed weet, maar dat je ook weet hoe zit ik in mijn vel, wat is mijn rol in een team. En ik nodig graag Michael uit van Wij Techniek om jullie eens mee te nemen wat er allemaal een beetje bij komt kijken. Dus Michael, het woord is aan jou. Ja, dankjewel. Het zijn hele moeilijke tijden voor bedrijven, want waar haal je tegenwoordig goede mensen vandaan? Om al het werk ook aan te kunnen. En dan komt er ook nog een stukje vergrijzing aan. Nou, en dat maakt het juist zo ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat je één team bent. En één team met elkaar blijft. Zodat iedereen het leuk blijft vinden om elkaar te helpen. En vooral ook de klus te klaren. En ja, je draagt ook je steentje bij aan een stukje personeelsbasis. Aandacht en waardering voor elkaar is daarbij essentieel. Want niet alleen de leidinggevende of directie hebben de verantwoordelijkheid in het behoud van personeel. Ook jij en je collega's hebben daar een hele belangrijke rol in. En daarvoor is het handig om te weten of je een dipper of een dimmer bent.
Denk je in problemen of denk je in mogelijkheden? Nou, ik ga een drietal soort van stellingen tegen jullie aanhangen en ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daarover denken. En ik begin eigenlijk met de eerste. Ben je het mee eens of ben je het mee oneens? Ik mag fouten maken. Ben je het mee eens of ben je het mee oneens? En daar kom ik straks bij je op terug. Ja, je hebt een hele belangrijke rol binnen het team. En wat ik net al zei, werkgeluk en plezier is ontzettend belangrijk in werk. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk. Maar je bent natuurlijk niet alleen in het bedrijf. Je hebt te maken met collega's. En dus werk je ook samen aan dat stukje werkgeluk. Hoe gebeurt het nou en hoe kun je dat nog beter doen? Nou ja, voor werkplezier is het belangrijk dat je je betrokken voelt bij de organisatie waarvoor je werkt. Dat je het gevoel hebt dat je, dat je een bijdrage kan leveren in datgene wat je doet. Je bent onderdeel van het geheel. Op het moment dat er problemen zijn, dat je er tegen dingen aanloopt, dat je met een passende oplossing komt. Dat je dus denkt in mogelijkheden. En hoe trots kun je dan zijn? Nou, je bent altijd geneigd om te kiezen voor het werk dat je leuk vindt en wat je met heel veel plezier doet. En vooral bij een bedrijf werkt waar je blij van wordt. Waar je het gevoel hebt dat er niet alleen goed voor je gezorgd wordt en waar je je zeker en veilig voelt, maar dat je ook een stukje vertrouwen en dat er respect is voor elkaar. En natuurlijk, ja, dat doe je met elkaar op een hele prettige manier. Want weet je, uit onderzoek is gebleken dat slecht contact met leidinggevende of directie of misschien zelfs collega's, dat vaak de voornaamste reden is om bij een bedrijf weg te gaan. Waardering blijft uit en wat ik net al zei, respect blijft dan ook uit. Maar het is natuurlijk niet alleen de taak van de leidinggevende en de directie, het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid die je met elkaar draagt voor een prettige werkomgeving. Het werk maak je met elkaar. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om te investeren in goede communicatie en samenwerking onderling. Interesse tonen in je collega's en weet wat hen beweegt. Met welke problemen ze bijvoorbeeld misschien al privé tegenaan lopen. Of andere zaken binnen het werk. Kortom, dat je er voor elkaar bent. Waardering is belangrijk en dat zit er niet alleen in geld. En juist uitgerekend in een tijd waarin we nu leven, de energierekeningen omhoog zijn gegaan, maar ook de prijzen in de supermarkt, heb je ook die complimenten nodig. Een stukje waardering dat je je werk goed doet en dat je het met elkaar doet. Niet alleen van je leidinggevende, maar ook onderling. En dit alles draagt bij aan de sterke connectie met elkaar en vooral ook lol in je werk. Nou, ik ga eens even kijken wat eruit is gekomen. Nou, ik mag fouten maken. Ja, 87% zegt ja, absoluut. En 13% zegt, nee, daar ben ik niet mee eens. Nou, en het mooiste is, want ja, dat komt eigenlijk van fouten leren. En het is helemaal niet erg om fouten te maken. Integendeel, op het moment dat je ergens tegenaan loopt en je weet het niet, vraag altijd hulp. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Hoe zou ik dat op een andere manier kunnen doen? Denk in die mogelijkheden. Denk vooral in wat wel. Nou, ik stel ook meteen de tweede stelling en ik ben heel erg benieuwd, ook weer opnieuw, of je het mee eens bent of oneens bent. Er wordt naar mij geluisterd in overleg. Het zou eigenlijk ja-nee moeten zijn, maar voor deze eens of oneens, er wordt naar mij geluisterd in overleg. Ik ben heel erg benieuwd, ik zou zeggen, vul hem in. Nou, ik had het eigenlijk net al een beetje over het team, jij als onderdeel van het team. En je doet het met elkaar. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een echte typische uitspraak natuurlijk van de drie musketeers, maar één voor alle, alle voor één. En welke punten zijn daarom ook zo ontzettend belangrijk om aan dat stukje bij te dragen? Misschien wel ook een stukje verdieping. Nou, een van de belangrijkste dingen is je thuis laten voelen, dat je je thuis voelt, maar ook anderen zich thuis voelen. Het welkom heten van nieuwe collega's. Inwerken van nieuwe collega's is ontzettend belangrijk. Een stukje ondersteuning geven, begeleiding daar waar nodig. Samen zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Hè? En vooral ook dat je dat er blijft. En samen zorgen voor leuk werk. En ja, werken aan een inclusief team waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn. Ongeacht ras, cultuur of wat dan ook, je bent gewoon gelijk in elkaar. Een leuke baan, leuk werk, een leuk team is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar dat maak je samen. En daarom is jouw rol ook zo ontzettend belangrijk. En dat je juist iets kan betekenen voor elkaar. Nou, ik ben benieuwd wat jullie hebben geantwoord. Nou ja, ik zie dat op dit moment er wordt naar mij geluisterd in overleg. Het een 100% score is, dus dat is hartstikke mooi. En misschien als jullie nog thuis bezig zijn en in het intikken zijn, zal die nog wel hier en daar wat veranderen. Nou, ik zie
nu eigenlijk al een beetje veranderen. Hij gaat naar 86% en 40% oneens. Ja, dat is jammer als er niet naar je geluisterd wordt. Ja, ontzettend belangrijk om juist naar elkaar te blijven luisteren. En tuurlijk, je hebt altijd collega's die meer praten dan de ander. En ergens moet er natuurlijk een juiste balans in zijn. Maar het allerbelangrijkste is wel dat je open staat voor elkaar. En vooral feedback is daar een heel belangrijk onderdeel in. Nou, dan komt de laatste stelling. Ik ben ook weer erg benieuwd hoe jullie daarop antwoorden. De sfeer is goed, er zijn geen onderlinge ergernissen. De sfeer is goed, er zijn geen onderlinge ergernissen. Nou ja, nieuwe collega's, wat ik net ook al zei, elkaar welkom voelen. Dat is ook fijn als je in een warm bad terechtkomt. Als je ergens nieuw komt werken, dan vind je het fijn als daar natuurlijk ook de nodige aandacht voor is. Want hoe zou je het zelf vinden als je aan je lot wordt overgelaten? En we kennen het allemaal wel. De eerste dag dat je naar school ging, dat is allemaal spannend. Nieuw werk, wat ik net zei, dan ben je toch altijd een beetje zoekende. Tuurlijk, het werk is je misschien wel bekend, omdat je van een ander bedrijf naar een ander bedrijf gaat. Maar toch, nieuwe collega's, hoe werkt het? Wat zijn de regels? Zijn andere regels? Ja, en dan moet je altijd nog een beetje de cultuur leren kennen. Nou, en om dit proces te versnellen en te vergemakkelijken, ja, kun je elkaar een handje helpen. Niet alleen wat ik net zei over een stukje privé, om te weten dat van elkaar, maar gewoon wat zijn de hobby's? Want er gebeurt natuurlijk heel veel op het werk. En het is een ontzettend belangrijk punt om daar ook aandacht aan te geven. En dit draagt allemaal bij om samen één team te worden. Want ja, laten we eerlijk zijn, de werkdruk op dit moment is gewoon heel erg hoog. Hè? En je komt ook handjes tekort. Ja, die bak waar heel veel mensen vroeger nog in zaten, daar zit tegenwoordig niemand meer in. Dus je moet het uiteindelijk met elkaar doen. En dan is het ook goed om met elkaar te blijven sparren. Om te kijken van, goh, kan ik wat van jou aannemen of kun jij wat van mij overnemen? Dan investeer je in een goede werkrelatie. Onderling het leuk hebben, respect hebben voor elkaar. Hey, en af en toe een drankje doen of op vrijdag bijvoorbeeld de balletje maaien of een patatje of een Porsche kibbeling. Weet je, vitaliteit is ook heel belangrijk. Gezondheid is heel belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat je ook moet genieten van de dingen om het vooral met elkaar leuk te hebben. Niet alleen in de keten, maar waar je dan op dat moment ook bent. Een mooie combinatie maken en aanvulling op elkaar, dat is ontzettend belangrijk. Nou, ik ga eens even kijken hoe jullie hebben geantwoord. En ik zie dat 58% is het eens en 42% is het oneens. De sfeer is goed en er zijn geen onderlinge ergernissen. Dus dat zou jammer zijn, ook voor de mensen die zeggen, nou ja, die zijn er wel. Heel erg belangrijk om dat wel met elkaar te bespreken en daar niet mee te blijven zitten. Benut kansen of creëer ze. Ontwikkel, blijf leren en blijf vooral de dingen doen waar je goed in bent. En vooral elkaar te ondersteunen. En kijk en vooral benut de kans als de mogelijkheden gaat. En dat draagt allemaal bij om elkaar een stukje te helpen. Maar vooral om het team compleet te maken. Nou, ik heb nog een paar gouden tips. Communiceer op een goede manier. Open communicatie draagt juist bij aan het stukje vertrouwen dat je in elkaar hebt. Bied leuk en uitdagend werk aan elkaar. Dat is niet altijd het geval, dat besef ik me ook heel goed. Maar kijk wel naar de juiste variatie, dat het vooral in balans is. Geef waardering en erkenning aan elkaar. Stimuleer elkaar. Zit iemand bijvoorbeeld privé even niet goed in zijn vel? Weet je, vang de ene ook even op. Hè? Ga bijvoorbeeld met elkaar in gesprek. Je hebt elkaar dit tenslotte voor nodig. Want er gebeurt altijd in ieders leven iets waardoor het even wat minder gaat. Een goed visitekaartje naar buiten toe stimuleert ook natuurlijk de glimlach. En geef erkenning voor elkaar en het werk. De mens eerst en dan het werk. Ik had het net al een beetje over vitaliteit en gezondheid. Blijf er ook op investeren. Weet je, nogmaals, dat balletje maaien of dat patatje, maakt niet uit, hoort er allemaal bij. Maar ja, je hebt één lichaam. Het is heel belangrijk dat je gezond blijft. Is iets niet duidelijk? Vraag erom. De een is wat assertiever dan de ander en help elkaar er ook bij. Denk je mogelijkheden? Ja, je hebt hem al een paar keer horen voorbij komen. En iedereen is gelijk en niemand uitgezonderd. Maar goed, nog even dit, tot slot, voordat we weer overschakelen naar de studio. Als je tussen de 26 en 55 jaar bent en je vindt je werk leuk en je weet wat je kunt, maar beseft ook dat je moet blijven ontwikkelen, dan sta je misschien op dat kruispunt of nou ja, ben je op zoek naar hoe kan ik die volgende stap zetten. Maar je weet dus nu nog niet hoe. Nou, bij Techniek organiseert een online workshop hoe je daar juist het beste mee aan de slag kan. En wat je daarvoor nodig hebt om je doel te bereiken. We noemen die workshop ook wel sterker in je werk. Nou, en wellicht is dat iets voor jou. Volgend jaar, 11 januari, is er eentje gepland. En die wordt online gegeven van 7:15 tot 8:15. 2 uurtjes, dat valt
Hartstikke mee. De site van Wijtechniek en meld je aan. Goed. Tot slot. Het allerbelangrijkste wil ik vertellen. Live terug naar de studio. John, aan jou weer het woord. Dankjewel. En we gaan door met bliksembeveiliging en overspanning. Mario, ja. Dat is jouw onderdeeltje. Dankjewel. Om te shinen. Ja. Je hebt een foto meegebracht en volgens mij is dat Kaatsheuvel de Efteling. Dat klopt. Wat is zo bijzonder aan deze foto? Ja, wat is daar zo bijzonder aan? Natuurlijk als bliksemafleidersbedrijf kom je op de mooiste plekken. Ja. Ook wel op andere, mindere mooiere plekken. Want dit zijn wel eigenlijk de krenten uit de pap. Wat hier zo bijzonder aan is, wij hebben hier te maken met een klant. Die staat veiligheid voorop. Voor alle gasten die daar rondlopen of in een attractie aanwezig zijn. Maar er zijn ook aanvullende eisen vanuit het park. Zij willen de bliksembeveiliging eigenlijk niet zien. Maar die wil niemand toch zien? Nee, dat klopt. Maar hij is wel nodig. Hij is wel nodig, maar zij willen hem zeker niet zien. Zij willen hem zeker niet zien. En dat was dus natuurlijk voor ons wel een hele grote uitdaging. Ja. En hier hebben we gebruik gemaakt van natuurlijke opvanginrichtingen. Dus eigenlijk de metalen componenten als opvanginrichting. En daar hebben we dus flink aan moeten rekenen. En bekijken of we alles wel in het beveiligd gebied, de attractie aan zich, kunnen krijgen. We zullen de volgende keer eens als we en genieten van het park en eens kijken waar, ja, of het kunnen zien. Wij, ja, als techneuten dan. Ja, zeker. Andere mensen, ja, gaan gewoon genieten in het park. Ja. Hey, als we dan naar de inhoud gaan, dan hebben we ook een paar vragen van jou gekregen. Hè. Zoals bij Martien. Laten we die eens even doorlopen. Het zijn 3 vragen. Ja. Daarna gaan we dat inhoudelijk beantwoorden. Vraag 5. En nogmaals, kijken, stem op de vragen. Waarom wordt bij een bliksemafleidingsinstallatie altijd meerdere aardelektroden toegepast? Altijd. Is dat A, als er 1 aardelektrode defect zou zijn, dan nemen de anderen het over? Antwoord B, door de hoge stijgsnelheid van de bliksemimpuls, heel erg theoretisch, ja, ja, is de impedantie van 1 aardelektrode te hoog? Antwoord C, vanwege de grote stromen die er kunnen vloeien, anders heb je dikkere aardelektrodes nodig? En antwoord D, anders krijg je geen kooi van Faraday. Nou, in deze vraag zitten al heel veel zaken in waar je even wel heel goed over na moet denken. Waar je ongetwijfeld zo meteen op terug wil, Mario. Ja, zeker weten. Om hier antwoord op te geven. Dus stem op deze vragen. Net zoals de voorgaande. Kijk wat je zelf vindt. Wat het antwoord zou moeten zijn. Dan vraag 6. Deze heeft wat kortere antwoorden. Ja. Wat is de minimale aardedoorsnede als de PV-installatie van Martien wordt gekoppeld met de externe bliksembeveiliging installatie? Wat is de aardedoorsnede? Is dat dan minimaal 6 mm kwadraat koper? B, minimaal 16 mm kwadraat koper of 25 mm kwadraat aluminium? Minimum. Antwoord C, minimaal 50 mm kwadraat koper. Of D, dit moet je per situatie berekenen. Nou, blijkbaar is die doorsnede heel erg belangrijk. Wat zou die nou minimaal moeten zijn? Nou, die foto komen we misschien straks ook nog wel op terug. Want daar vinden we waarschijnlijk ook wel iets van. Zeker. Dus geef daar het antwoord op. Wat denken jullie, zou de minimale aardedoorsnede moeten zijn? Dan hebben we antwoord vraag 7. Vraag 7 gaat over overspanningsafleiders. SPD, zie je, dat zijn de Engelse termen. Dat is dan Surge Protection Device. Je ziet steeds meer Engelse termen terugkomen in normering. En we, ja, goed, dat is in het kader van Europa, maar we proberen toch steeds meer toch ook wel Nederlandse termen te hanteren met elkaar. Welke moet je toepassen als de PV-installatie wordt gekoppeld met de externe bliksembeveiligingsinstallatie? Is dat een type 1 overspanningsafleider, type 2? Antwoord B of type 3, antwoord C. Of is een overspansbeveiliging afleider helemaal niet verplicht? Dan zien we daar een mooi plaatje, Mario. Wat is dat voor een ding? Dit is een type overspanningsafleider, wel een heel oud type. En het is een vonkbrug. En wordt die nog gebruikt? Nee, niet meer in deze versie eigenlijk. Nee. Deze wordt is gebruikt voor bij elektriciteitsmasten. Ja. Om daar de galvanische koppeling tot stand te brengen. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, de antwoorden komen natuurlijk binnen. We gaan straks kijken op het einde wat de kijkers geantwoord hebben.
Aan jou het woord, Mario. Neem ons eens mee. Ja, dankjewel. We gaan verder over de werkplaats waar Martien mee begonnen is. En waar de eigenaar PV-panelen wilde installeren. Maar hij wilde ook eigenlijk externe bliksembeveiligingsinstallatie hebben. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? We maken eigenlijk een soort vermazing met een ringleiding op de dakrand. Met een oversteekleiding, omdat het pand, dit is eigenlijk een pand wat meer dan 20 meter is. En wij gaan beveiligen met de laatste bliksembeveiligingsklasse. Die echter eerst gemaakt moet worden en bepaald wordt door een risicoanalyse. Ja. Een zestal afgaande leidingen, zakleidingen, valleidingen, allerlei benamingen met een zestal aardelektrodes. Zo ziet dan eigenlijk een externe bliksembeveiliging eruit. Moet die op de rand liggen? Sorry. Ik ga even terug. Moet die daar op de rand liggen? Ja. Je ziet wel eens installaties. Ik heb ook nog wel een foto dat die aan de binnenzijde van de dakrand ligt. Ja. Maar daar hebben we de dakrand, dus een metalen dakrand, die hebben we in de installatie opgenomen. Okay. Dus die doet ook dienst als afleider. Ja. Maar in de norm, daar staat hij echt in dat hij echt op de dakrand moet aangebracht worden. Echter, bouwbedrijven, die vinden dat eigenlijk ook niet eens zo mooi natuurlijk. Want hij komt in het zicht. Ja. Ja. En vooral architecten, vinden ze dat niet echt heel prettig. Nee. De bliksemafleider. Ja, dan hebben we het over die. Dan komen we eigenlijk wel op de vraag natuurlijk. Ja. Het aantal elektrodes en zo. Bliksemstromen is hoogfrequent. En aardingsinstallaties, aardelektrodes zijn laagfrequent. Met een aardelektrode mogen we zo diep mogelijk slaan. In Nederland komen we tot 45 meter diep aan één elektrode. Er wordt ook wel eens een steraarding. Die wordt onder een hoek van 45 graden geslagen om uit die spanningstrechter te komen. Met een bliksembeveiligingsinstallatie en een aardingsinstallatie is het eigenlijk beter om korte en meerdere aardelektrodes aan te brengen om die stroom te verdelen. Het eerste plaatje is eigenlijk een ringleiding met een hele dikke elektrode. Ja, daar krijgen wij die spanning krijgen wij daar niet in. Dus het is het beste eigenlijk meerdere korte elektrodes, zo rond tussen de 9, de 6 en de 15 meter. Als je dan heel veel, zo'n blikseminslag is bijvoorbeeld, heb ik ooit laten vertellen, 100 kiloampère gemiddeld in Nederland. Of meer. Ja. Verdeelt die zich dan evenredig over die vier aarden? Ja, dat elk 25 kiloampère? Of is dat? Ja, dat zou theoretisch, maar als hij zeg maar op een hoekpunt komt, ja, dan krijgt hij zijn verdeling natuurlijk. Ja, nou, dan zal daar op dat hoekpunt een grotere stroom gaan lopen. Maar hij gaat ook wel de andere kant. Hij gaat zich wel verdelen. Hij gaat zich wel verdelen. Ja. Ja. Dus het middelste plaatje is eigenlijk de beste oplossing. Dat is de beste oplossing. Oké. Okay. Nou gaan wij de bliksembeveiliging hebben wij aangebracht. En dan natuurlijk zien we daar ook de PV-panelen. En wat gaat hier aan fout? De scheidingsafstand tussen de bliksembeveiliging versus de PV-panelen is niet gerespecteerd. Die 50 centimeter hebben wij eigenlijk als vuistregel, maar hij is te berekenen. Waarom die 50 centimeter afstand? Is omdat we dan overslag kunnen krijgen van als er een directe blikseminslag komt naar het metalen gestel, eigenlijk het onderframe, het metalen onderframe van de PV-panelen. Mm-hmm. Dit willen wij eigenlijk zien te voorkomen. Ja. Hoe kunnen we dat dan oplossen? Maar daar gaat de leverancier van de PV-panelen, die gaat dat niet fijn vinden, want de opbrengst wordt verminderd. Ja. Hier met dit plaatje, dan hebben we de scheidingsafstand van tenminste 50 centimeter gerespecteerd. In combinatie met de bliksembeveiliging. Ja, aan de buitenkant van. Aan de buitenkant, ja. Het is echt helemaal opbouw. Kijk, zitten we in het proces van tijdens de bouw mee opbouw, kunnen we het allemaal uit het zicht brengen. Mm-hmm. Echter, de opvanginrichting wordt in het zicht aangebracht. Wat moeten wij dan doen? Dan hebben de externe bliksembeveiliging hebben wij dus aangebracht. Hoe ziet dan eigenlijk de interne bliksembeveiliging eruit? Want bliksembeveiliging bestaat uit twee delen. Het externe, het koperdraad of het aluminiumdraad op het dak met de afgaande leidingen en de aardelektrodes. Mm-hmm. Maar we moeten ook nog de
actieve delen moeten wij ook beschermen. En dat spreken we dan over overspanningsafleiders. Nou, wij zien hier dus de PV-panelen op het dak liggen met de stringbekabeling die het pand binnenkomen naar de omvormer en naar de verdeelinrichting. Wij willen eigenlijk op gebouwgrens de overspanningsbeveiligingen toe gaan passen. Maar dat is dan eigenlijk vanaf het dak, maar ook vanuit het grond, de voedingskabel, de infrastructuur, dient dan ook beschermd te worden. Dat doen wij dan dus ook op gebouwgrens. Hoe ziet dat eruit? Bij de hoofdverdeler plaatsen we een type 1 afleider. We hebben ook een koppeling met de HAR gemaakt. Om op alles op één potentiaal te krijgen. De DC-zijde, de stringbekabeling, eigenlijk binnen het gebouw eigenlijk, hebben we een type 2 afleider. En bij de omvormer hebben we ook een type 2 afleider. Hier gaan wel dingen veranderen. Want liefst zien wij eigenlijk op gebouwgrens, op het dak, dat eigenlijk de overspanningsbeveiliging daar wordt aangebracht. Maar ja, het is altijd lastig natuurlijk om daar de knip te maken. Hoe groot is een vraag tussendoor? Is, ja. Hoe groot is de, als je een blikseminslag krijgt van je gebouw weg, hè? Ja. Hoe groot is dan de kans dat dat via de kabels naar binnen komt? 2 kilometer afstand kunnen we verschijnselen hebben van inductie. Ja, en dat kan dusdanig hoog zijn dat je dat dan uiteindelijk met een SPD aan de voedende kant beveiligt. Ja, maar dat is dan aan de voedende kant. Maar we hebben ook nog te maken met koperlijnen zoals zeg maar de kabeltelevisie en telecom. Ja, ja. En dat zijn ook geleiders. Ja. Daar moet ook aan gedacht worden. Want anders zijn we alleen maar de voordeur aan het beschermen. Ja. En de achterdeur die staat wagenwijd open. Oké, dank u wel. Als wij de bliksembeveiliging hebben aangebracht, zien wij eigenlijk, en eigenlijk door de doorsnede eigenlijk nu, dat de PV-installatie niet beschermd is. Want hij steekt boven de installatie uit. De norm zegt, alles wat 30 centimeter hoger van metaal of kunststof moet beschermd worden door een opvanginrichting. Kan natuurlijk op verschillende manieren. Door middel van opvangers die we hier plaatsen op het dak. Hier plaatsen we eigenlijk de opvangers. En die beschermen de installatie die op het dak staat. En dat wordt wel al aan de hand met berekeningen gedaan. Ja. De hoogte van de opvangers, noem het maar op. En hier kunnen we eigenlijk ook wel de scheidingsafstand respecteren. Mm-hmm. Niet iedereen is daar blij mee met die opvangers op het dak. Waar de oude norm, de NEN 1014, die had bij verschillende klasses. En daar worden ook wel heel veel termen door elkaar gehaald. De NEN 1014 sprak over LP-klasses, lightning protection. De 62305, de nieuwe norm, die spreekt over LPL, lightning protection level. En wat voorheen bij de NEN 1014 de zwaarste klasse was, is bij de nieuwe norm de lichtste klasse. Mm-hmm. Om het lekker makkelijk te maken. Hebben wij te maken met een LPL4 installatie met een opvanger van 3 meter. Die heeft een beschermhoek van 78 graden en een straal van 14,1 meter. Maar als je dan bij de bovenkant kijkt, laten we zeggen dat het een airco unit is. Mm-hmm. We kijken hem van bovenaf. Dat rode blokje daar, dat blokje wat je daar midden ziet. Ja, waar je daar ziet. Dan lijkt hij in het beschermd gebied te vallen. Maar we moeten ook rekening houden met de hoogte van het object om te beveiligen. Mm-hmm. Ik heb een foto ergens gemaakt op het dak waar een opvanger is geplaatst. Deze is ongeveer 5 meter hoog. En die heeft een scheidingsafstand. De mast heeft een scheidingsafstand ten opzichte van de PV-panelen van tenminste 50 centimeter. Maar wat gaat hier nu fout? Want de voet van de mast is eigenlijk ook onderdeel van de bliksembeveiliging. En die staat binnen die 50 centimeter. Dus dit is eigenlijk een foute oplossing. Want overslag kan nog steeds plaatsvinden. Mm-hmm. Even een vraagje, Mario, ja? Die zo tussendoor komt. Patrick vraagt van,
Maakt het uit of je een stringomvormer of microomvormers toepast? Ik denk het niet, want het is onderdeel van die totale installatie. Moet beschermd worden door je bliksemafleidingssysteem. Ja, zeer zeker. Ja, het is een object wat op het dak is aangebracht. Is het dak voorzien van bliksembeveiliging? Ja, dan moeten we die objecten gewoon beschermen. En als. Maar dat vraagt geen extra eisen of je micro-omvormers hebt onder of niet. Nee. Nee, dat niet. Hij moet altijd beveiligd worden. Ja, ja. Klaar. Maar dat doet voor de bliksembeveiligingsinstallatie maakt daar geen onderscheid in. Nee. Oké, duidelijk, dankjewel. En mag die ook, nog één vraag. Ja? De bliksemafleider kabelleiding, mag die door het gebouw? Of alleen aan de buitenkant? Ja, mag je door het gebouw? Liever niet. Maar er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Want we kunnen ook gebruik maken van een staalconstructie. Okay. En in de norm staat, als we gebruik maken van de staalconstructie, dan dient alle staalconstructies aangesloten te worden op het aardingssysteem. Oké. Dus. Nou, daar komen we zo nog wel even op terug dan. Goed, wat ook een oplossing is, om als de scheidingsafstand niet gerespecteerd kan worden of door middel van opvangers, ja, dan kunnen we de PV-installatie onderdeel maken van de bliksembeveiliging. En dan gaan er heel veel dingen veranderen. Want dan is eigenlijk de aansluiting op de PV-paneel, eigenlijk de metalen onderframe, moet 50 kwadraat worden. Want dat is dan nu de functie van de bliksembeveiliging ten opzichte van de PV-panelen. En als de PV-panelen door het onderframe, dan zie je ook wel eens dat er met kunststofblokken geen goed geleidend geheel is, dienen we ook iedere frame door middel met 50 kwadraat door te verbinden. En dat is dan nu de oplossing. En daar worden de grootste fouten mee. Nee, Martien zei straks 6 kwadraat. Ja, maar dat is een hele andere functie, die aarding. Ja, dat klopt. Bij mij ging het over beschermings- en vereffeningsleiding. En Mario praat over een bliksembeveiliging. Ja. En gelukkig is die 6 mm kwadraat dunner dan wat Mario vereist. Dus we voldoen aan beide functies. Dat is mooi eraan. Ja, maar dan is het uiteindelijk van, als je hebt een blikseminstallatie, is misschien verplicht of nodig of wordt gekozen. Bliksembeveiliging is bliksembeveiliging, niet verplicht, mits. Maar als hij er is, dan moet hij daaraan voldoen. Dan moet hij daaraan voldoen. Ja, precies. Ja. Dus dan gaat de bliksem voor de vereffening. Ja, je kunt eigenlijk niet zeggen dat de bliksem gaat voor. Het is wel zo dat we natuurlijk de norm die de hoogste waarde voorschrijft, die moet kiezen. Ja, oké. Het is een kwestie niet van wie is de baas, maar meer van hoe passen we toe en wat is het veiligheidsniveau we willen. Ja, ja. Helemaal goed, ja, dank. Wat heeft dat dan voor consequenties voor de interne installatie? We hadden net de geïsoleerde opstelling, zeg maar, van de PV-panelen met bliksembeveiliging, met opvangers. Dan zou daar eigenlijk volstaan met een type 2 op DC-zijde en op AC-zijde. En bij de verdelingrichting, dat blijft een type 1 afleider. Nu sluiten we de PV-panelen rechtstreeks aan en dan verandert wel iets. Ook de functionele vereffening vanaf de metalen frame naar de PVR. Want die gaat 16 kwadraat worden. Mm-hmm. En de DC-overspanningsbeveiliging, dat wordt een type 1 afleider. En bij de omvormen wordt ook een type 1 afleider. Omdat we deelstromen kunnen verwachten bij een directe blikseminslag. Zowel over de bliksembeveiligingsinstallatie, zowel over het metalen gestel. Onderframe eigenlijk via de stringbekabeling naar de omvormer toe. Helder. Dus op het dak 50 mm kwadraat. Ja. Jouw bliksemafleider 50 mm kwadraat. Juist. Maar die leidingen, die vereffeningsleidingen, die ene vereffening zitten, ja, dan 16 mm kwadraat. Ja, in plaats van 6. Ja, die eerste, dan vanaf het dak naar de PVR toe. Ja. Dat wordt een 16 kwadraat. Ja. Ja, en daarna ga je weer standaard naar die 6 kwadraat. Hoe ziet het er eigenlijk in de praktijk uit, zeg maar, als we de PV-panelen rechtstreeks aan hebben gesloten met een opvanginrichting? En hier zie je ook natuurlijk de bliksembeveiliging aan de binnenzijde van de dakrand. Mm-hmm. Heeft ook natuurlijk een esthetisch verhaal. Maar alle dakranden zijn hier meevreffend. Metalen dakranden, moet ik wel zeggen. Want je hebt natuurlijk ook van een andere betonnen dakranden. Dan zou deze installatie niet goed zijn. Maar je ziet op iedere
Nou, bijna om de drie PV-panelen een opvangspitsje. Om de directe blikseminslag op te vangen en via het frame naar aarde toe te brengen. Nou, ziet er mooi uit. Ja, dus strak instelling. Strak plan. Waar hebben we dus... Er waren bepaalde aandachtspunten. We hebben verschillende soorten frames. Linksonder hebben we te maken met een frame met kunststof bevestigingsblokken, koppelblokken. Ja, daar zou dus voor ons dan, bliksemtechnisch, een 50 kwadraat overheen moeten lopen. Rechtsboven, dan is het eigenlijk één metalen gestel. En daar zou dus volstaan, mits dat het materiaaldikte goed genoeg is, dan kunnen we dat als een natuurlijke opvanginrichting beschouwen. Is het zo, Mario, dat een vraag van, dit zijn materialen, ja, van de PV, dat zijn standaard materialen om normale verbinding te maken? Nou, in ieder geval, het is een keuze van de materialen van de PV-leverancier. Ja, maar dat zijn standaard materialen. Heb je dan speciale materialen nodig voor die 50 mm kwadraat? Nou ja, goed, dat is dan of het kan met... tegenwoordig zijn de installaties met aluminium. Ja. En dan hebben we ook 50 kwadraat, let wel op. Wij hebben in Nederland hebben we gekozen voor een 50 kwadraat 8 mm dik aluminiumdraad. Ja. Ja. Echter, de soortelijke weerstand van koper en aluminium, dat scheelt nogal. Als je het helemaal goed wil doen, zou het 10 mm koper moeten, of aluminium moeten zijn. Maar ja, onze bevestigingsmaterialen is geënt op 8 mm. Maar dat is voldoende. Het is niet zo dat de veiligheid dan dat het minder veilig wordt. Nee, het wordt niet minder veilig. Maar het kan nog beter. Het kan, alles kan beter. Ja, precies. Eigenlijk koper is een betere geleider. Okay. Maar ja, het is ook wel diefstalgevoelig. En ja, dan moeten we gewoon een goede, deugdelijke, elektrische verbinding waarborgen. Dank je wel. En om even aan te sluiten, die elektrische verbinding die hebben wij natuurlijk ook graag als het gewoon gaat over vereffenen van de installatie. Maar er zijn ook volop bevestigingssystemen waar dat meteen goed geregeld is. Juist. Dus het is wel verstandig om even goed te kijken naar wat je aan bevestigingsmaterialen aanschaft. Ja. Voordat je extra draden moet gaan. Ja, want je kan natuurlijk een keuze maken, maar die kan in de eerste instantie goedkoper zijn. Precies. Maar in de tweede instantie, in combinatie met bliksembeveiliging, kan dat een hele dure oplossing zijn. Ja, maar gebruik gewoon de goede materialen die voorhanden zijn. Goede materialen, ja. Dank je wel. Ja, frames koppelen. Hier hebben we echt wel een praktijkvoorbeeld. Er ligt bliksembeveiliging op het dak en PV-panelen. De gedachtegang, denk ik, van de installateur die dit aan heeft gebracht. De aardingsinstallatie, niet de bliksembeveiliging. Ja, ik moet mijn PV-panelen functioneel vereffenen. Hier gaat dus wel behoorlijk iets fout. Want ja, de gedachtegang, denk ik, is, want ja, het moet naar aarde toe. Nou, dan komen we weer. Dat stond ook in de norm, hè? Ja, geschikt aardingspunt. Ja, geschikt aardingspunt moeten we zoeken. Nou, daar ligt er eentje op het dak. Ja. De bliksembeveiliging, want die gaat naar aarde toe. Ja, met een 50 kwadraat. Hoppakee, via afgaande leidingen. Klaar. Maar hier gaat dus echt iets behoorlijk fout, want deze aansluiting is geen vereffening meer. Maar echt deze maakt echt wel deel uit van een externe bliksembeveiliging. Ja. Dit had 50 kwadraat moeten zijn. Ja, dus. Nou, de aanleg laat ook te wensen over. Maar zo ja, maar de foto is een voorbeeld van. Hè? Ja. Maar je zegt duidelijk van, al een paar keer jullie ook. Je hebt die aardingsinstallatie, dat is één. Dan heb je je bliksem, dan moet je echt goed kijken. Van wat zijn daar dan de doorsneders en past die goed toe? Dus die combinatie van die twee... De toepassing wat sluit ik aan hoe ga ik dat doen? Ja. Ja, is dat toereikend en is dat volgens de norm? Helemaal goed, dank u wel. Ja, vakmanschap. Hier zien we toch ook wel behoorlijk wat dingen fout gaan. Drie fouten haal ik hier zo uit. Eén, de PV-paneel, het hele frame... is gekoppeld met kunststof koppelingen. Wat ze hier hebben dus gedaan is eigenlijk de achterplaat alleen maar vereffend. Mm-hmm. Drie kabelschoenen onder één bout. Dan moet je je afvragen of dat helemaal
goed gaat en dat we het hier helemaal goed hebben gedaan. Eigenlijk hier rechtsonder een klem gebruikt op de bliksembevuiging die niet bliksemtechnisch goedgekeurd is. Roestvorming zie ik daar, een adereindhulsje. Ja, hier laat het te wensen over aan vakmanschap. Duidelijk. Nog wat voorbeeldjes? Ja. Ja, ik heb hier nog een voorbeeldje. Externe bliksembeveiliging is toegepast. Later zijn de PV-panelen aangebracht. En we hebben een kabelgoot metaaldeel. Wat eigenlijk binnen een halve meter van de bliksembeveiliging is verwijderd. Ja, die zullen we dus moeten vereffenen, bliksemtechnisch. Ja, duidelijk. Ja, en als je dan dit gaat vereffenen, dan moet je alles gaan vereffenen, toch? Begrijp ik dat goed? Want ja, hier een verbinding maken, dat is niet doen, hè? Nee, want hij wordt dan onderdeel hij van... Hij wordt onderdeel van het wik. Hij wordt onderdeel van. We gaan weer alles naar 50 mm kwadraat op het dak. Ja. Dan nog apparatuur op het dak, vroeg iemand ook. Hè? Je hebt een groot apparaat op het dak staan. Ja. Daar hebben we een voorbeeld van. Nou, hier zien we een grote condenser op dak. Wat hier is toegepast, is een vermaast daknet. Ik denk dat het ongeveer 15 bij 15 meter is. Met een viertal opvangers waar eigenlijk het hele object beschermd is. Dus de scheidingsafstand is hier goed gerespecteerd. Het voordeel is van dat we dan... Hier zou je dan ook nog overspanningsafleiders toe moeten passen. Maar dan geen type 1, maar dan een type 2. Op de voeding en meet- en regeltechniek. Dan heb ik nog een laatste. Dan hebben we voor de ISRA-punt eigenlijk. Want we zijn constant praten over overspanningsbeveiliging op voedingsniveau. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met koperlijnen zoals de KPN... En de KAI, de rechtse foto, laat zien in een meterkast. Is een blikseminslag geweest, inductieverschijnsel. Eigenlijk op de KPN-lijn. En er is overslag, heeft er plaatsgevonden. Ondanks dat hij niet aan is gesloten op de interne installatie, is er toch overslag geweest mm-hmm. op de overige installaties. Mm-hmm. Dus hou daar ook rekening mee, hè? Dat alle koperlijnen die een pand binnenkomt of verlaat... Ja, voorzien moet worden van overspanningsafleiders. En nou, moeten is een grote vraag. Als, mensen zeggen ook van, ja, wat is het nou verplicht? Verplicht. Wat moet en wat niet? Het is een analyse. Het is nog niet verplicht in Nederland. Nee, het is niet verplicht, maar je bent wel als gebouweigenaar... verplicht een veilig onderkomen te waarborgen... voor de mensen die er wonen of werken. Je hebt wel zorgplicht. Ja, zorgplicht. Ja. En bliksem kan brand veroorzaken en is een ongewenste situatie. En je wil natuurlijk ook je apparatuur beschermen en zorgen dat het blijft werken. Ja, imago-schade, noem het maar op. Enzovoort. Van het hele proces. Dat mensen een week niks lopen te doen, dat kost ook geld. Ja. Dan heb je dan natuurlijk ook nog maken van monteurs met tie-wraps werken en zo. Wat doet tie-wraps en zo... Met bekabeling voor overspanningsafleiders. Mm-hmm. Ja, en die knopen we allemaal goed tegen elkaar, netjes allemaal, perfect. Maar met tegenovergestelde velden kan er toch iets heel raars gebeuren. Die dynamische krachten, ook met een uitwendige bliksembeveiliging... als een verbinding in een kruisverbinding of een T-splitsing slecht gemaakt wordt... kan dat, dan heb je twee verschillende velden... twee verschillende richtingen een dynamische kracht krijgen. Mm-hmm. En we hebben een testfilmpje. Je moet er goed opletten, denk ik. Aan de film. Hij gaat heel erg snel. Maar hier komt hij dan. Als het goed is. Ja, zo. Dat is je al. Twee verschillende richtingen. Hier wou ik het eigenlijk bij laten. Dat zijn zullen, ja, dus, maar dit zijn echt grote krachten. Ja. Dankjewel, Mark. Even nog een vraag. Ja. Sowieso hoe dat een overspanningsbeveiliging werkt, dat hoeven we niet uit te leggen. Maar dat gaan we wel antwoord op geven aan de vraagsteller. Maar de koelmachine op het dak, hè? Ja. Koppelen met de bliksem 50 kwadraat of is liever het een afleider naast de koelmachine? Probeer een opvanginrichting te creëren dat de scheidingsafstand gerespecteerd is. Dat is het uitgangspunt. Is dat niet zo,
dan is het eigenlijk een metaalobject. Dan zal je hem als natuurlijke opvanginrichting mogen gebruiken. Maar dan moet je wel wat op de voedingskabels, overspanningsbeveiliging toepassen en meet- en regeltechniek. Ja, duidelijk. Dan hadden we ook nog een vraag over wat straks een beetje kwam over die plus- en die min-bekabeling en die ringleiding. Iemand vraagt, Sandra zegt, ja, dat had het blijkbaar over, ik weet niet wie het gezegd heeft, jullie iets over minimaal 10 centimeter uit elkaar. Ja, dat ben ik geweest. Maar was jij dat, Martien? Ja. Waar heb je dat vandaan? Of was dat een verspreking? Nee, het was geen verspreking, nee. Ik kan me voorstellen, het staat namelijk niet in norm 1910, maar het staat in de NPR 5310. Ja, en dan kun je samen met elkaar gaan discussiëren. Is die NPR 5310, die is niet aangewezen, is dat dan verplicht? Maar ja, ik kijk altijd naar zeg maar ethisch ontwerpen. Niet alleen wat precies in die 1910 staat, maar die NPR 5310, die geeft ons wat hulpmiddelen. Die gaat het ons wat duidelijk maken. Okay. En daar staat is simpel gezegd om die bij brandwerende wanden, zorg dat de leidingen de plus en de min 10 centimeter uit elkaar liggen. En daarna kunnen ze weer bij elkaar liggen. Dus op het dak liever bij elkaar, want dan die atmosferische ontlading en dergelijke, die hebben dan geen invloed daarop, omdat de lussen klein zijn. Okay. Maar vanwege brandgevaar, NPR 5310, lees het maar na, daar staat die 10 centimeter genoemd. Ja, dus je hebt de 1910 aan de ene kant, je hebt de NPR 5310, je hebt de normering specifiek voor bliksemafleiders, ja. Voor bliksembeveiliging. Ja. En het is een combinatie van die normen bij elkaar, daar staat veel informatie in. En er zijn natuurlijk wat vuistregeltjes, die 50 centimeter waar je die aangaf, is min en meer een vuistregel, ja. Maar je moet toch even goed kijken van ja, in het ontwerp wat te doen. Ja, in de praktijk kan het wel eens heel kritisch komen en dan is het wel te berekenen. Ja. Want als je die 50 centimeter niet haalt, het kan minder zijn, maar het kan ook meer zijn. Ja, dus het is de zaak om een goede berekening te maken met elkaar. Dan jouw antwoord op jouw, ik noem even jouw vragen, ja, Mario. Ja. Vraag 5 ging over meerdere aardelijke elektroden. Wat was het goede antwoord? Ja, eigenlijk met een bliksemafleidersinstallatie heb ik het antwoord had ik al een beetje gegeven. Meerdere elektrodes, omdat te maken hebben met hoogfrequent. Dus eigenlijk, als er een aardelektrode defect is, dat is dus niet. Dat is dus geen goed antwoord. Net als ik er minste op gestemd. Ja, D. Anders krijg je geen kooi van Faraday. Nou, ook niet. En vanwege de grote stromen die er kunnen vloeien, anders heb je dikkere aardelektrodes nodig. Die is ook niet, dus ja, B. Ja, B is met 48% beantwoord, dus dat is het merendeel, zeg maar de andere drie antwoorden minder. Ja. Dus dat antwoord was, daar hadden de meeste niet slecht. Goed gedaan. Dan vraag 6. Dat ging over die minimale aderdoorsneders. Wat kun je daarvan zeggen? Omdat nu, zeg maar, eigenlijk is nu de PV-installatie onderdeel van de bliksembeveiliging als natuurlijke opvanginrichting. En dan is het minimaal 50 kwadraat koper. Dus antwoord C is goed. Ja. En dat is het minste antwoord, want de meesten hadden antwoord A. Ja. En dat is ook wel logisch, want we hebben het straks over die 6 kwadraat en die 50 kwadraat gehad. Ja, ja, ja. Daarna komt B en D en C. Dus het goede onderscheid, hè, Mario, tussen die 50 kwadraat, dat is wel een belangrijke in jouw verhaal. Omdat die echt onderdeel wordt van de bliksembeveiliging. Ja, duidelijk. Duidelijk. Heel goed. Dan vraag 7. Naar welke SPD? Als de PV-installatie gekoppeld wordt met de externe bliksembeveiliging, dan moet eigenlijk type 1 aan. Ja. En type 1 is het laagste? Of is, nou ja, dat vroeger werd in de volksmond een grof beveiliging. Ja. En dan heb je een middenbeveiliging, een fijn beveiliging. Ja, maar, nu praten we over type 1, 2 en 3. En er zijn ook gecombineerde afleiders. Veel mensen hebben genoemd, overgrote deel heeft het antwoord D genoemd. SPD is niet verplicht, omdat het natuurlijk ook niet verplicht is. Maar het is een goede analyse. Wat wil een opdrachtgever? Wat is het totale plaatje? Ja. Nou, super, super bedankt. Ik kijk ondertussen nog even of er nog vragen zijn. Patrick vraagt nog of de NPR 53 te delen is. Nee, NPR's en NEN-normen. Die kun je bestellen bij NEN. Die kunnen wij niet ter beschikking stellen, want er zit auteursrecht op. Dus als je daar een NEN-norm wil hebben, dan zul je hem bij
bij NEN moeten bestellen. Dan als laatste, we hebben dit bij elkaar gebracht. Als Techniek Nederland hebben wij voor onze leden op de website, maar ook voor niet-leden, kun je het boekje Nieuw in de Norm NEN 1010 bestellen. Er staat ook veel in wat te maken heeft met de onderwerpen die wij vandaag behandeld hebben. Dat kun je ook nalezen. Uiteraard kun je ook deze webinar straks weer terugkijken op ons YouTube-kanaal. Er zijn ook andere webinars rondom DC, rondom allerlei andere onderwerpen op ons YouTube-kanaal, YouTube-kanaal van Techniek Nederland te vinden. Ook de website komt of de presentatie komen straks ter beschikking. Dus dat voor dit. Ik wil jullie beiden heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en voor jullie bijdrage. Ik denk dat we veel in een anderhalf uur hebben behandeld. Veel in de diepte zijn gegaan. Ja. Genoeg hè, om duidelijk te maken waar zitten nou de raakvlakken en wat betekent dat voor iedereen. En ik wil uiteraard ook iedereen die aanwezig was, in grote getalen heeft gekeken en ook is blijven kijken. Daar zijn we heel dankbaar voor. Hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. En graag tot de volgende keer. Een hele prettige avond en tot ziens bij, nogmaals bij de volgende webinar.